Nijmeegse scholieren planten de komende weken in de omgeving van de Energieweg de eerste bomen van de zogenoemde Tiny Forest. Dit doen de leerlingen in samenwerking met het IVN, Natuureducatie en de gemeente Nijmegen. Een Tiny Forest is een dichtbegroeid inheems bos de grootte van een tennisbaan. Dinsdag begonnen leerlingen van het Dominicus College met de aanplant van het Wolfbosje. Over een aantal dagen wordt er langs de Mercuriestraat ook een mini-bos geplant. Uiteindelijk wil het IVN de komende 2 jaar meer dan 100 Tiny Forests realiseren in Nederland. Het plan is om in Nijmegen 4 van die mini-bosjes aan te leggen.